Zou je jezelf eens willen voorstellen? Ik ben Joke. Oké, ga door. Woon in Zwolle. Ik ben docent. Ja. Docent, ja. Mijn naam is Shia en ik begin nu net met de intra-cursus. Ja. Hoe ben je bij Tappenon gekomen? Ik ben bij Tappenon gekomen omdat Hanne een workshop kwam geven aan de docent bij ons op school. We hebben op een studiedag les van haar gehad. Ik heb al een keer een cursus hier gedaan. Ja. Kickboksen en gewoon overgelezen en zien. En wat zijn je verwachtingen voor de proefles? De introductiecursus, hè, dat ik me wat zekerder ga voelen. Wat is je beeld van kickboksen? Kickboksen, nou vooral dat je heel veel conditie traint. Ook lekker conditie. En vond je spannend om hier te komen? Ik was al eerder geweest, dus nu vond ik het niet spannend, maar de eerste keer vond ik het wel spannend. En zie je nog tegen bepaalde dingen op? Na de introductiecursus om dan een groep te vinden waar ik in pas. Oké. Daar pas ik in. Dus door middel van deze groep ben je een beetje aan het kijken als je wel in de andere groep past. Ja, het gaat er natuurlijk om wat voor soort les het is. Ja. En het tijdstip ook. Dus dat is een beetje van. Vind ik iets waar ik me op mijn plek. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night. Nou, hoe is de proefles gegaan? Ja, lekker. Ik vond het heel lekker. Ja? Ja, wat vond je precies lekker? Ja, het bewegen, eigenlijk wat ik in het begin ook al zei. Al die verschillende bewegingen en gewoon lekker. Hoe is de proefles gegaan? Pittig. Ja? Dat zie je aan mijn hoofd. Maar het is ook een heerlijke ontlading. En ik voel me best nog wel... Zwaar. Ja? Ja. Het is wel, je moet even wennen aan deze bewegingen. Het zijn hele korte, snelle bewegingen. Ja. Het is best wel explosief. Ja. Nou, ik zweet me als een hond. En hoe heb je de sfeer ervaren? Ja, goed. Goed? Fijn, ja, fijne ik sfeer? Ik vind het wisselen leuk. Ik vind de regels van voorstellen, even handgeven. Het zijn gewoon dingen die maken dat je elkaar in de ogen kunt. Goed, grote groep. En ze zijn allemaal enthousiast en doen allemaal goed mee. Ja, en hoe heb je de sfeer ervaren? Nou, het is heel positief. Voorlezen begint het allemaal, zeg maar, een beetje op hetzelfde niveau. Dus ik heb gewoon lekker...
Ja, hoef je ook niet te schamen. Nee, hè? En in hoeverre zou je iemand anders een proefles met Tabanon aanraden? Gewoon doen. Gewoon doen? Ja. 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 Ik zou sowieso een proefles aanraden aan anderen, want het is gewoon een hele goede kennismaking met kickboksen. Wat denk je, ga je nog vaak met Tabanon trainen? Ja, ik ga gewoon door. Super. Hoop elke week. En wat denk je, ga je nog wat vaker bij Tabanon trainen? Ik denk het wel. Ja? Ja. Het valt me heel goed en ik krijg gewoon energie van. Ja. Dus, ik vind het heel leuk.